Goedemorgen, het is maandag. Dat betekent dat ik vandaag een rustdag heb. Ik fiets dus niet. Ik ga nu even lekker ontbijten. Ik heb een kannetje smoothie gemaakt. En nog een bakje met kersen. Die had moeder van de week meegenomen. En die zijn erg lekker, want die komen vers van de boom. Dus dat gaan we even lekker eten. En dan zien we even wat de dag brengt. Even naar de bouwmarkt, die is vandaag open. Dus even kijken om spullen te halen om te klussen. Want we moeten nog een vloertje leggen, dus daar ga ik even voor kijken. Larissa heeft van de week in mijn auto gereden omdat ik iets met de kar weg moest brengen. Ik zit nu als een opgevouwen grote reus in mijn eigen auto. Inmiddels ben ik in de kawaii. We willen een vloer egaliseren, dus ik ben even aan het kijken naar egalisatie. En we willen eigenlijk een betonlook vloer, dus ik moet even uitzoeken hoe dat allemaal precies werkt. En ik denk dat ik dat even moet vragen, want ik ben niet zo'n super klusser. Volgens mij kan ik beter fietsen, maar goed. Vandaag staat dan een beetje meer in het teken van klussen. Dus we gaan dat maar eens even uitzoeken. Drie zakken egeline gehaald. Dat zou genoeg moeten zijn om onze slaapkamervloer te egaliseren. Ik rijd denk ik nu nog even naar de wasstraat, want mijn auto is echt toe aan de wasbeurt. Zo, die is weer schoon. En dat was wel even nodig. Ik ben klaar met de vloer egaliseren. Ik heb honger gekregen, dus ik eet even een paar banaantjes. En als toetje heb ik nog dadels met pindakaas. Altijd erg lekker. Mocht je het nog nooit geprobeerd hebben, zeker doen. Want als je eenmaal aan begint, raak je er wel aan verslaafd. Dat is dan het risico. Maar ze zijn super lekker. Zoals ik al zei, de vloer zit erin. Het is echt een puinzooi gelijk boven. Al dat stof en weet ik wat allemaal. Dus dat moet ik nog even opruimen. En dan nog even wat dingen aan mijn fiets doen. Zodat die klaar is voor Frankrijk. Ik heb mijn fiets even uit de schuur gehaald. Ik doe het even lekker binnen. Buiten waait een beetje. En, binnen is gewoon even lekkerder. Ik moet nog mijn ketting sowieso vervangen. Dus ik wil jullie even heel kort laten zien hoe ik überhaupt check of die vervangen moet worden en hoe je hem dan vervangt. Om te controleren of je ketting versleten is, zet je je ketting op het buitenblad en pak je de voorste schakel vast. Die trek je dan naar voren en zoals je kan zien kan deze vrij ver naar voren getrokken worden. Met de nieuwe ketting zal ik even het verschil laten zien, maar deze is echt aan vervanging toe. Omdat ik dan toch mijn ketting eraf heb, doen we ook gelijk maar de rest. Ik heb mijn krenkstel eraf gehaald. Het binnenblad hiervan is ook een vervanging toe. Dus daar had ik ook gelijk een nieuwe van gekocht. Ik vervang ook gelijk de bladboutjes. En ik zal jullie nog iets vertellen over mijn ketting. Ik heb een L-Speed KMC ketting. Ik gebruik eigenlijk altijd KMC kettingen omdat deze gewoon redelijk slijtvast zijn. Ook in slechtere weersomstandigheden. En ik heb gemerkt dat met de standaard SRAM kettingen dat deze gewoon wat sneller slijten. Dus vandaar dat ik deze neem. Qua prijs zijn ze bijna net zo duur. Ik ga dit krenkstel even uit elkaar halen en alles even vervangen wat vervangen moet worden. Ik zal de oude en de nieuwe even naast elkaar houden. Dit is de oude en dit is de nieuwe. Je kan duidelijk wel zien dat je kan duidelijk zien dat de tandjes redelijk afgesleten zijn. Dus deze zeker toe aan vervanging.
Hij zit in elkaar. Zorg dat je de boutjes goed vastschroeft. Het is een beetje lullig als ze losdraaien als je aan het fietsen bent. Dus check dat even goed. De ketting zit door de hele aandrijflijn heen. Het enige wat je nu nog moet doen is zorgen dat die op lengte is. Daarvoor zet je hem voor op het binnenblad. En dan zal je zien dat die te lang is. Wat je nou wil bereiken is dat je ketting hier niet tegen dit dingetje... Ja, dat uitsteekseltje van je achterderieur aankomt. Dus je gaat hem strak trekken. Net zolang tot hij net iets eronder zit. En dan kijk je welke schakel je... Of tot welke schakel je hem eraf moet halen. Dat doe je door middel van een kettingpons. Daarmee kun je je ketting inkorten. Heel simpel. Je doet gewoon de schakel ertussen. Dan draai je hem los. Zoals je hoort en ziet, ik heb nu alleen dit stukje er nog aan hangen. Dit busje, ja, je ziet het bijna niet, is wat je uit je ketting draait. En hiervoor zet je iets anders terug. Daar heb je de missing link voor. Die komt tussen je twee uiteindes van je ketting. Zo eigenlijk, en daardoor is je ketting weer één geheel. Nou, de twee uiteindjes koppel je aan elkaar. Zo zie je, ja, is het nog niet helemaal goed, maar zo zie je in ieder geval dat je ketting weer één geheel is. Je moet nog wel even een keer goed op je trapper staan, zodat dat laatste stukje erin schiet. Zeker omdat die nieuw is, wil dat nog niet zo goed. Als je dan je ketting hebt vervangen, is er nog één ding wat je moet doen. En dat is best wel belangrijk. Ontvet je ketting, want er zit standaard vet op, zodat hij niet begint te roesten. Maar het is niet zo heel goed vet om je ketting soepel te houden voor het fietsen. Want kettingvet voor je fietsketting is natuurlijk weer wat anders. Dus ontvet hem goed en doe hem daarna opnieuw invetten. Je hebt natuurlijk ook allemaal verschillende soorten smeermiddelen. Ik heb er hier een aantal. Ik gebruik eigenlijk sinds een jaar of zo alleen die van Muck-Off. Dat heb je in verschillende varianten. Hiervoor gebruikte ik deze Bull Shield. Ik vind hem iets minder fijn. Dus ik heb nog wel wat voor nood, maar eigenlijk gebruik ik die nooit. Muck-Off heb je in verschillende varianten. Ik heb deze twee toen tegelijk gekocht. Eentje voor droog weer en één voor nat weer. Ze blijven echt super goed zitten. Zeker deze als het nat is. Je hebt echt geen piepje of kraakje. En dan heb je voor droog weer heb je ook twee varianten. Je hebt een biologisch afbreekbare. Die heb ik van de week meegenomen. Omdat deze bijna op is. Dus voorlopig doe ik deze nog erop. En daarna ga ik over naar deze. Ook een super fijn smeermiddel. Ik zal jullie ook even laten zien hoe ik mijn ketting smeer. Ik heb hem net schoongemaakt, droog gemaakt. Dat is ook belangrijk. Maak je ketting droog voordat je hem weer smeert. En dan laat ik jullie even zien hoe ik dat doe. Ik begin smeren altijd bij de missing link. Zo heet dat schakeltje waarmee je ketting verbindt. Zodat ik weet waar ik gebleven ben en zo geen één schakeltje mis. Ik doe overal één druppel op. En zo ga ik gewoon heel de ketting af. Ik zal jullie nog even het verschil laten zien met een nieuwe ketting. Hoe dit eruit ziet als je deze op je grote blad controleert. Nou, als je deze dus naar voren trekt, je ziet het, er gebeurt bijna niks. En dit is gewoon prima. Ja, voor de rest heb ik vandaag niet zoveel uitgespookt. Nou, duurde de vloer egaliseren al wel een aantal uurtjes. En fiets maken is natuurlijk ook niet binnen 5 minuten klaar. Er is nog één probleempje vandaag. Het internet is uitgevallen, dus we hebben geen wifi. Ik hoop daarom dat ik deze video geüpload krijg vandaag. Zo niet, probeer het morgen weer. En ja, hopen dat het lukt. In ieder geval, een fijne avond nog. En ik zie jullie morgen weer.